Een level slash rank commando waarmee dat je zo een kaartje kunt krijgen zoals dit. Dat ga ik jullie vandaag een keertje gaan laten zien in deze nieuwe Discord bot tutorial voor Discord V14. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vorige video had ik jullie uitgelegd hoe dat je eigenlijk levels kunt geven of experience kunt geven aan mensen... Wanneer dat ze berichten versturen zodat je ja, deze ouderwetse kaartjes krijgt. Maar hoe kunnen we nu een commando maken zodat je slash level kunt typen en dit kaartje krijgt? Dat ga ik jullie een keertje laten zien. Om dit te kunnen doen hebben we eigenlijk een pakketje extra nodig voor deze kaartjes te kunnen maken om het ons zo makkelijk mogelijk te maken. En daarvoor ga ik het pakketje als volgende gebruiken van Canva Links staat hieronder onder in de beschrijving. Maar in theorie moet je er niet echt naartoe gaan. Want op zich hebben we alleen maar dit commando nodig met npm install. Canva code En als we dat hebben geïnstalleerd op onze bot. Dan gaan we deze een keertje kunnen gaan gebruiken. Dus we gaan naar de programmatieomgeving van jouw keuze. En we klikken bij onze bot op rechtermuisknop Open en Integrated Terminal. En dan vervolgens als we dat een keertje hebben geopend, kunnen we dat commandotje gaan plakken. En klikken op enter, zodat dit wordt geïnstalleerd. En dat zou normaal gezien vrij rap moeten geïnstalleerd zijn. We gaan dus Canva Court gaan gebruiken om dan dat mooie kaartje te gaan maken. Met dan ook een nieuw commando met slash level of slash rank, je kiest natuurlijk zelf hoe dat je het wilt gaan noemen, je krijgt een paar waarschuwingen maar dat maakt op zich niet uit en dan is deze volledig geïnstalleerd ja, kijk eens aan, die is volledig klaar. Als we dat pakketje hebben geïnstalleerd, gaan we een nieuw commando aanmaken. Dus in ons comments-mapje klikken we rechter muisknop nieuw file. Ik noem deze bijvoorbeeld level.js, oftewel ranks.js. Dat kies je natuurlijk zelf voordat je jouw commando wilt noemen. En dan ga ik eventjes naar onze pings.js en ga ik al de basiscode een keertje binnenhalen, zodat we het ons eigen lekker simpel maken. En hup, die halen we een keertje weg. De, het commando gaan we natuurlijk level noemen. En dan kun je hier eventueel een beschrijving meegeven met. Er geeft aan hoe hoog je staat met je level/slash rank. Ja, ja, dat is een beschrijving dat je zelf meegeeft, dus kan je zelf natuurlijk kiezen. En hier binnen moeten we een hoop code gaan schrijven. Maar welke code? Heel eenvoudig, we moeten de data ophalen van die persoon van hoeveel dat hij punten heeft, welke rang dat hij zit, welk level dat hij zit, en dan uiteindelijk moeten we het kaartje maken en dat kaartje opsturen. Dus dat gaan we een keertje gaan doen om het bestandje uit te kunnen lezen van onze data, namelijk onze levels.json, waar onze data worden opgeslagen moeten we de fileserver een keertje binnenhalen? En dat doen we hierboven natuurlijk met constante fs, of welke naam dat je ook zelf wilt geven, is gelijk aan require. En dan heel eenvoudig onze fs, die moeten we binnenhalen. Heel eenvoudig en heel erg simpel. Natuurlijk moeten we onze CanvaCord ook een keertje binnenhalen. Dus we maken een constante, constante aan die ik bijvoorbeeld CanvaCord noem, is gelijk aan require. En dan vervolgens onze CanvaCord. Huppa, daar staat die al. Dat hebben we een keertje allemaal binnengehaald. En dat is ook al hetgeen wat we nodig hebben voordat wij ja, aan het commando kunnen beginnen. We moeten alle data gaan uitlezen vanuit dat bestandje. Dus gaan we dat bestandje een keertje gaan binnenhalen. Let level file. Dus ik ga onze file gaan binnenhalen. Is gelijk aan json parse. Json.parse. En dan gaan we hier tussen haakjes onze fileserver gaan gebruiken. Dus fs read file. Read file sync. Ja, die gaan we gaan meenemen. We moeten de plaats opgeven waar dat is opgeslagen tussen de dubbele quotes. We doen punt data. Even speaking, .data slash levels.json hebben we dat genoemd. Dus dat is de locatie inderdaad waar dat we dat bestandje moeten gaan ophalen. En dat is in het formaat van json. Dit is een json formaat. Daarom moeten we weer JSON parse doen, zodat het eigenlijk omgevormd wordt naar een leesbare string, een leesbare tekst. Dan moeten we uit de interactie de gebruiker gaan halen. Dus we doen het volgende: let user ID is gelijk aan onze interaction, daar de gebruiker van en daarvan het ID. Niet met user ID, maar gewoon heel simpel het ID. Dat hebben we nodig, zodat we uit dat bestandje de juiste gegevens kunnen gaan halen. Als we deze gegevens hebben, gaan we de experiencepunten gaan ophalen van deze persoon. En als we naar ons kaartje gaan kijken die ik al heb gemaakt, zien we dus dat dit onze XP-punten zijn, die 1200 van de 1500. Dus we gaan dat een keertje allemaal ook moeten gaan ophalen. Plus we moeten ook ophalen, wat is ons volgende waarde? Wat moeten we gaan halen? In dit geval 1500. Op het begin zal dat 100 zijn. Dus we gaan even ophalen wat is onze volgende experience punten dat we moeten halen. Doen we als volgende met de let Next level XP, of de naam die je natuurlijk er zelf aan meegeeft. Is onze level file aan de hand van onze user ID die we meegeven. En daarvan punt level. Waarom .level? In onze vorige video hebben we uitgelegd dat we aan de hand van de ID alles opslaan en dan XP of level meegeven. En ik moet het level hebben, dus ik geef hier level mee. En dit doen we een keertje maal 300. Want zoals in onze vorige video heb ik uitgelegd dat onze experience punten het level is maal 300. Voor het volgende level te kunnen berekenen. Dat moet ik er eventjes bij zeggen. Dus als we dat hebben bepaald, kan het soms zijn dat je nog niet een level hebt behaald. En op het begin klopt dat. Dus we gaan nakijken als dat next level XP gelijk is aan 0. Dan gaan we heel eenvoudig onze next level XP op 100 zetten zodat dat eigenlijk automatisch gewoon standaard op 100 staat als je nog geen level hebt behaald. Op het begin sta je op level 0, of ja, je kunt dat ook zelf zetten op level 1. Nu, het kan zijn dat je nog nooit in het bestandje bent opgeslagen. Je bent pas nieuw op de server en je voert direct dat commando uit. Dan kan je een foutmelding krijgen, dus dat gaan we een keertje gaan opvangen. We doen we als volgende met if onze level file. Oh, level file. Als die eigenlijk deze user ID niet bevat. User ID. Dan gaan we hier iets gaan sturen met een if else. -tje. Dus if else. En dan heel eenvoudig. In deze if gaan we gewoon een bericht sturen. Dus oh, hieronder in onze else natuurlijk. Als hij voorkomt, moeten we dit doen. Als hij niet voorkomt, gaan we een bericht sturen. We doen dan als volgende eens met interaction reply. We gaan op, op, op deze reactie gaan reageren. En in deze interactie gaan we gewoon het volgende content aan meegeven: content dubbelpunt. En dan zetten we hier bijvoorbeeld in geen gegevens gevonden. Dus als je er nog niet in staat, ga ik dat als de data gaan meegeven. Plus ik wil het eigenlijk niet aan iedereen laten zien. Ik wil het alleen maar aan deze persoon laten zien. Dus ik ga hier nog een comma bij zetten. En ik ga je emperal. Ja, zo schrijf je dat is gelijk aan toe. Dat betekent het is vluchtig. Dus hij krijgt het alleen te zien. En niemand anders op de server krijgt dan dat meldingetje te zien. Dus ja, dat is dat. En als we wel deze gebruiker tegenkomen in het bestandje. Dus bijvoorbeeld ik sta mee in het bestandje. Dan gaan we ons kaartje gaan aanmaken. En eigenlijk is dat niet zo heel erg moeilijk. We gaan hier een constante. Of ja, eigenlijk kan ik daar beter een led van maken. let rank is gelijk aan een nieuwe canvacord. -kort. Canvacort.rank. Dan haak je open, haak je dicht. We gaan hier eentje nieuw gaan aanmaken. We kunnen hier heel veel data aan meegeven. En in ons voorbeeldje zie je ook: we hebben een foto, we hebben de naam, level hebben we meegegeven, de rang, hoeveel het heel heeft en wanneer het volgende level is. Dus dat kunnen we een keertje gaan ophalen. Wat gaan we meegeven? Natuurlijk een foto. Dus dat doen we als volgende met Set Avatar. Je zag al dat het erbij komt. En hier kunnen we data meegeven. Elke data, de afbeelding van wie de interactie heeft gestuurd. Dus interaction.user. Display Avatar URL. Let goed op dat URL met drukletters is en Avatar ook begint met een hoofdletter. En hier gaan we nog extra gegevens meegeven. Haakjes open, gekrulde haakjes open. We gaan dat dynamisch maken. Dynamic, eh, nee, we gaan het niet dynamisch maken. Dus dynamic is vals. En we gaan het formaat meegeven. Format: dubbelpunt. Dat is gelijk aan PNG. Dus dan hebben we dat een keertje meegegeven. En die dynam dynamic dient voornamelijk ervoor, omdat we eigenlijk geen GIFs, 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 hoe je het ook wilt noemen, mag meegeven, die zijn niet toegelaten. En daarom moeten we ook formaat van png meegeven. Dus daarom dat we dynamic eventjes op vals zetten. Want die mag je, mag je niet gebruiken bij Canva kort. Daarom dat je dat eventjes moet meegeven. Dan kunnen we onze current xp meegeven. Dus set current xp. Wat is die experience? Heel eenvoudig, dat is in onze level file. Daar gaan we de user id gaan meegeven. En dan heel eenvoudig .xp. Want dat is op dit moment jouw experience punten die je hebt. Set level, dat kunnen we ook in onze level file halen. Dus level file met onze user ID meegegeven en natuurlijk ons level die eraan gekoppeld is, die gaan we ook een keertje meegeven. Dan ook het volgende level die je moet halen. Dat doen we met set required XP. Oh, een puntje natuurlijk niet vergeten. Set required XP. En wat is dat required XP? Dat is onze next level XP die we gaan meegeven. Dus dat kunnen we ook doen. We kunnen een progress bar meegeven. Dat doe ik. Dat is wel vrij mooi. Dus set progress bar. Welke kleur? Wat is jouw progress bar? Dat is deze kleur die we gaan meegeven van die baar. En dat kan je heel eenvoudig meegeven met gewoon hexadecimale waarden, dus RGB rood, groen, blauw. Ik ga deze die geelachtige kleur meegeven en dat is ffa500. Ken ik niet van buiten? Ik gebruik gewoon een color picker online en ga dat dan overnemen. En hier moeten we eventjes meegeven wat we aanpassen. Dat is namelijk de kleur die we willen aanpassen. Ook een gebruikersnaam wil ik meegeven, dus we doen set username. En wat is dat dat moeten we aan de hand van interactie ophalen dus we doen interactie of interaction.user.username met een kleine letter. En als laatste ga ik ook nog eventjes de discriminator meegeven. En wat is dat? Dat is eigenlijk ja normaal gezien onze ad, maar in mijn geval staat die ad0 op deze server. Dus ik ga eventjes onze set discriminator ook meegeven. Dat is interaction interaction.user.disc ja, zo schrijf je dat en de puntkomma niet vergeten. En als we dat hebben gedaan, hebben we ons kaartje gemaakt. En kunnen we nog natuurlijk dat kaartje gaan versturen. We hebben hier dus de gegevens van het kaartje. Nu moeten we het kaartje bouwen en, en dan dat kaartje gaan doorsturen. Hoe doen we dat? Heel eenvoudig. We doen rank, dan punt build. Haakje open, haakje dicht. En dan, als deze gebuld is, doen we ten. Vervolgens, als die klaar is... We gaan alle data van het kaartje meegeven en we starten een nieuwe lambda-expressie. We gaan een nieuwe functie gaan opstarten met behulp van de data van ons rankje. Dus wat gaan we hiermee gaan doen? Dat is eigenlijk het volgende. We gaan hier een attachment moeten gaan maken die we gaan meegeven naar onze interaction reply. We gaan een, een bijlage toevoegen aan onze interactie. Om deze bijlage aan te maken doen we het volgende. We doen let attachment, ga ik deze eventjes gaan noemen, is gelijk aan... Nieuw attachment builder, daar is die namelijk, nieuw attachment builder. We geven daar de data aan mee, en ik ga ook een keertje een naam meegeven, dat hoef je niet te doen, maar kun je doen. Ik ga deze bijvoorbeeld gewoon rankcard.png noemen. Dat is een keuze wat je zelf kiest, ik doe dat altijd, zodat je toch een naam hebt meegegeven daaraan. En dan kunnen we een interactie maken met interaction.reply. We gaan de data terugsturen, en dit moet je op een andere manier doen, want dit is een bestand, dus we doen hier files dubbel punt, vierkante haakje en we geven ons attachment mee en de komma niet vergeten op het einde en als je dat hebt gedaan is ons commando klaar, en kunnen we het een keertje testen deze nieuwe commando moeten we eventjes registreren, dus we doen als volgende note deploy comments.js we klikken op enter zodat, het commando wordt ge zodat deze commando's worden geregistreerd let op je kunt het maar een aantal keer doen met discord, huppa ons commando's zijn geregistreerd op discord dus we kunnen deze gebruiken dan de bot opstarten met NPM start. En dan zou onze bot moeten opstarten. En even wachten. En die is klaar. Dus we kunnen een keertje naar Discord gaan. We gaan hier een beetje naar onderscroll doen: type slash level. Je ziet allebei de bots staan er. Of je ziet het juist niet, omdat ik in de weg zit. Dus ik ga de juiste bot nemen. We klikken op enter. En hier is hij dan. Kijk eens aan, ons kaartje wordt aangemaakt. We hebben hier ook wel een rank en dat heb ik niet laten zien, maar standaard gaat hij een rank meegeven. Om deze rank aan te passen, dat is trouwens ook waar, kun je hier in plaats van set current XP kun je bijvoorbeeld ook set rank meegeven. En dat is een getal. Zet ik hier nu 5, we gaan dat eventjes gaan refreshen. Hup, dat wordt hier refreshed. Met type slash level. Dan ga je zien dat hier rank 5 staat. Ja, de rangen sla ik nu zelf niet op, maar kan je dus gewoon meegeven en Eventueel als je dat ook wilt. En ja, vanaf dan als ik begin te typen. En mijn getal gaat omhoog. Mijn raai, was de bot eventjes raak ik pas straks de foutebod aan dat nemen. Maar hier zie je ziet dus als ik een level ben hoger gegaan. Zie je dus dat ik 1600 heb van de 1800. En dan nog zoveel moet halen. Eén nadeel is wel, zoals je misschien kunt zien. Omdat wij werken met een bestand en niet met een database. Ga ik niet telkens het bestandje updaten. Dus ga je niet altijd de live data zien. Dat is wel natuurlijk een nadeel aan de hand van het, de manier dat wij gebruiken of dat ik heb gebruikt in plaats van met een database. Maar dat is namelijk voor later. Maar vanaf nu kun je dus zelf ook van deze kaartjes maken. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, raak dan dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat bel een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat een video zal aankomen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!